Hoi en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Het is vandaag vrijdag. Ik heb lekker gewerkt vandaag en een super lief pakketje gekregen van mijn stagiaire die vandaag voor het laatst was. Of eigenlijk, nou ja, haar laatste stagedag had, maar die nog wel gezellig bij ons blijven werken. Dus echt mega lief. Zometeen ga ik lekker uit eten met vriendinnen. We gaan lekker op het terras zitten. Het is echt super goed weer. Ik heb ook lekker even een luchtige outfit aangetrokken, werkkleding uitgedaan. En ja, helemaal klaar om lekker eventjes naar het terras te gaan zometeen. En dit is mijn outfit. Ik heb echt super fijne jumpsuit aan van de Zara. Mijn benen mogen nog wel wat bruiner worden, hè, maar we gaan bijna op vakantie. En daaronder heb ik dan mijn All-Stars aan, die ik dan zelf helemaal in samen heb gesteld. Wit met gouden pailletjes. Goedemorgen, het is zaterdagochtend. Gisteren hebben we het heel gezellig gehad en nu is het tijd om te gaan sporten. Het is nu al 20 graden, dus ja, ik ga nu hardlopen. Het is nu 9 uur. Ik heb wel een lange broek aan, want ik voel me nog niet helemaal comfortabel in een korte broek. Dus dat wordt flink zweten zo. Wel een hemdje aan. Het is al een hele stap dat ik in zo'n hemdje durf. Dus nou ja, het komt vast allemaal wel goed. Maar een korte broek is nog even een dingetje. Dus ik ga gewoon in lange broek dan maar extra zweten. En hopelijk hou ik het vol met dit weer. Ik heb lekker hard gelopen, een heel rustig tempo. Ondertussen kreeg ik wel weer steken. Toen heeft Mike even gegoogeld wat ik dan moest doen. En dat was heel hard in- en uitademen. En dat heeft echt geholpen. Zo heb ik het wel vol kunnen houden. Dus dat is echt gewoon heel fijn. Ik heb mijn haar nog nat. Ik ga nu richting mijn ouders samen met Mike Lux en Noé. We gaan daar even de boel versieren. Want morgen vieren ze samen de verjaardag dat ze allebei 60 worden. Mijn moeder wordt morgen ook 60. En mijn vader die week op. Dus dat vieren ze samen. Dus we gaan alvast eventjes de tuin versieren. Ik heb ook wat versiering gekocht. Dat weten ze niet, maar vroeg neem je wat versiering mee. Maar ik heb van de week al van die slingers met 60 gekocht. En ook zo'n groot bord. Dus dat ga ik eventjes meenemen. Mijn moeder gaat ze ook nog even een stukje van mijn haren afknippen. Want dat is ook echt wel weer nodig. En dit zijn de slingers. Even wat met 60 erop. Verschillende soorten. En dan nog zo'n groot bord met 60 erop. En ik heb nog gewoon wat neutrale slingers. Dus we gaan gezellig daar eventjes de boel versieren. Oh jongens, we zijn weer thuis. Ik ben echt helemaal gesloopt. We hebben daar even geholpen met versieren. Hartstikke leuk, gezellig loempiaatjes gegeten. En net liep ik terug. Maar het was echt super warm. Dus ik wilde Lux niet laten lopen op de straat. Dus die heb ik getild onder de arm. Andere arm heb ik de kinderwagen geduwd. Dus in deze hitte. Maar ik vond het te sneu om Lux met de pootjes op de straat te laten. Dus die heb ik getild. Maar wel helemaal kapot daardoor. Mama heeft ook even de puntjes van mijn haren geknipt. Dat vind ik het altijd echt even wennen dat het heel kort is. Waarschijnlijk zie je het misschien helemaal niet. Maar mezelf valt dat heel erg op. Mike is boven eventjes Noé haar badpakje aan het aantrekken. Ik ga zelf ook even wat anders aantrekken. Dan gaan we heerlijk in de tuin spelen met de watersproeiers. Wat ben je mooi, Noé. Wat heb je een mooi UV-pakje aan. Even snuffen, denk ik. Kom. Gaan wij daar gezellig spelen? Gaan we naar de sproeiers toe? Kom maar. Het is inmiddels avond. We hebben nog lekker in de tuin gespeeld. Jamie is hier geweest, heeft meegegeten. En hebben samen even een ijsje gegeten bij de Kolenkamp. Noé was ook gezellig mee. En net heb ik haar op bed gedaan. Ze kan alleen niet slapen. Ze wil heel graag slapen. Ik merk het gewoon aan. Ze is ook ontzettend moe. Maar ze weet niet hoe ze moet liggen met deze warmte. Ze draait echt alle kanten op. Gaat ze even weer zitten, gaat ze liggen. Super sneu. Dus Mike en ik hebben elkaar nu even afgewisseld. Want ik zat al meer dan een uurtje boven. En ik moet ook nog de vlog voor morgen gaan editen. Dus ik dacht, nou dan ga ik even naar beneden. Kan hij boven zitten. Er was ook nog een pakketje binnengekomen. Ik had bij de Ethos Pampers besteld. Maar die zijn niet binnengekomen. We hebben daarvoor in de plaats allerlei pillendoekjes binnengekregen. Echt super bijzonder, want dat hebben we niet besteld. Wel heel erg fijn, maar ja. Die moeten dus weer terug. Alleen ze zijn natuurlijk in het weekend niet te bereiken. Dus ik ga maandag eventjes bellen.
En dan vragen we ons in ieder geval de pampers kunnen leveren. Want die hadden we nodig en die zouden vandaag binnenkomen. Dus we hadden niks gehaald, zou precies uitkomen. Dus Mike is net nog snel nog even naar de supermarkt geweest. Even wat pampers gehaald, want ja, de winkels zitten nu al dicht. Maar goed, we hebben nu pampers eventjes weer in huis. En dan gaan we maandag maar bellen. Vragen of we deze terug kunnen sturen en dan de pampers kunnen krijgen. Ik moet trouwens echt wennen aan het korte haar. Het was tot hier. Ik ging even een foto terugkijken van gisteren. Toen kon ik echt heel goed het verschil zien. Wel heel blij mee, want het lijkt wel echt weer een stuk voller. Maar toch eventjes wennen altijd. Goedemorgen, het is zondagochtend. Gisteravond nadat Noé in slaap is gevallen is het eigenlijk best wel goed gedaan. Ze is vannacht nog wel wakker geworden en toen kon ik echt niet meer slapen. Dus hebben we haar toch bij ons neergelegd. En wil ze de hele tijd bij mij liggen. Dus echt helemaal top na gehad. Maar dat geeft niet. Lux moet even lekker bij mij liggen knuffelen. Ik ga zo even aan de knutsel met Noé. Mijn ouders vieren vandaag namelijk de verjaardag. Mijn moeder is ook jarig en mijn vader volgende week. En daar ga ik eventjes wat leuks voor knutselen. Vanmiddag gaan we naar de verjaardag toe. Maar dan brengen wij Noé naar Mike's moeder en vader. En daar blijft ze ook een nachtje slapen, want morgen is ook hun oppasdag. En dan hoeven wij niet geen rekening te houden met Noé. Kunnen wij ook gewoon gerust naar de verjaardag toe. Maar ik vind het ook wel leuk om nog eventjes met Noé naar mijn moeders verjaardag te gaan. Dus daar ga ik straks eventjes met haar naartoe. Mike is nu lekker aan het fietsen. En die gaat vanmiddag al met mij mee naar de verjaardag. Dus dat is heel prima dat ik eventjes met Noé alleen die kant op ga. Dus zo nog even lekker aan de knutsel. Als we Noé straks weg hebben gebracht van Mike's ouders, dan ga ik me lekker nog eventjes douchen en klaarmaken. Maar voor nu is dit ook helemaal even een prima outfitje. Noé, gaan wij voor opa en oma eventjes aan de knutsel? Ja, kom. Mama de hand, dan gaan wij naar achteren lopen. Kom maar. Kom eens daar. Goed zo, gaan we met onze mooie jurkjes die kant op. Ja, gaan we knutselen. Nou, de hele knutselbox er weer bij, dus wij kunnen gezellig samen aan de slag. Van oma. Inmiddels is het al ver in de middag. We hebben Noé naar Mike's en ouders gebracht. Net even een wasje gedaan, lekker gedoucht en nu klaar om naar het feestje te gaan. Ik zal even nog in de spiegel laten zien wat mijn outfit is en dan laat ik lekker de camera thuis en ga ik heerlijk die kant op. En dit is mijn outfit. Dit jurkje heb ik ooit gekocht in Oldenzaal voor maar 5 euro. Echt de beste aankoop ooit. Ik zag hem toevallig laatst in Noordwijk op de Ibiza-markt. Daar was hij 40 euro, dus was ik heel blij dat ik hem had. Maar het is gewoon een hele lekkere, makkelijke jurk. Goedemorgen, het is maandagochtend. We hebben gisteren een heel gezellig feestje gehad. Wel super gek om thuis te komen dat Lux er niet is, Noé er niet is. En vanmorgen ook in alle rust wakker te worden. Echt heel erg gek. We hebben net al even gefacetimed en het gaat helemaal goed met Noé. Dus dat is ook altijd wel heel fijn. Nu ga ik zo naar het werk. Ik ga eventjes al het eten in de tas doen. Zodat ik al het eten voor vandaag nog in de app. Want dat doe ik normaal altijd 's avonds. En dan kan ik zien hoe de verdeling is over de dag qua eten, vind ik heel erg prettig. Als ik dan nog af en toe zin heb in een koekje, dan kan ik dat ook gewoon doen. Dus ja, ik vind dat gewoon prettig om bij te houden. Dus die ga ik eventjes erin zetten. En dan ga ik lekker even een dagje werken. En ik dacht, misschien vind je het wel leuk om te zien wat ik mee heb na het werk. Nou, ik neem mee een banaan. Dan parel. Kandijkoek heet dit geloof ik. Vind ik super lekker met van die suikerstukjes aan de zijkant. Niet het gezondste, maar wel echt heel erg lekker. Een brosse eierkoek had ik vroeger wel eens mee naar het werk. En ik zag ze weer liggen. Toen dacht ik, nou, die wil ik ook graag mee. Dan neem ik yoghurt mee. Hier neem ik dan een halve bak van. En ik heb dan Coca-Cola Zero Sugar mee. Mijn Air Up neem ik ook altijd nog mee. En dan merk ik gewoon dat ik heel veel meer drink.
inmiddels is het alweer avond. Ik heb vandaag heel fijn gewerkt. Noé en Lux zijn weer thuis. Daar heb ik net heel fijn mee geknuffeld. Luxje, die zit nog lekker bij me. Ik heb inmiddels ook al de sportkleding aan, want ik ga straks sporten. En Noé loopt hier heel fijn gewoon in huis te spelen. Ik heb vandaag nog even contact gehad met de Ethos over de bestelling die niet juist bezorgd is. En de water wipes die geleverd zijn, die mogen we houden. En we krijgen daarnaast ook nog eens geld terug voor de niet geleverde bestelling. Ze gaan de Pampers niet naleveren. Dat doen ze eigenlijk nooit aan. Maar we krijgen wel het geld terug en de bestelling mogen we houden. Dus dat is super netjes. Dus ik ga straks even Pampers bestellen. Want ja, die hebben we natuurlijk wel gewoon nodig. Mike is nu heel fijn eten aan het maken. En dan gaan we zo lekker eten. Tijd om lekker te gaan eten. We hebben Russie met een kip cordon bleu. En we hebben daar rode kool bij. Het is dinsdagavond. Ik kom uit het werk. We gaan lekker eten. We hebben een watermeloen met feta salade en een kippenhaasje. Maar wie heeft ook nog een beetje watermeloen, die heeft al op de opvang gegeten. Wil jij een stukje watermeloen? Alsjeblieft. Oh, pak maar. Gaan we lekker opeten. Ik zat toch onder hem. We hebben heel lekker gegeten. Die salade was echt een aanrader. Super makkelijk, want er zat alleen watermeloen, feta, komkommer en rode uien in. En daarnaast hebben we dus lekker een kiphaasje gehad. Nu heb ik alweer de sportkleding aan. Dus ik ga even lekker een uurtje bootcampen. En de bestelling van de Ethos was trouwens net nog geleverd. En we hebben dus nu wel de Pampers binnengekregen. Deze hebben we nog nooit eerder gehad, maar waren in de aanbieding. Dus we gaan die gewoon proberen. Ik ben weer thuis van het sporten. Ondanks de hitte, heel lekker gesport. Super fijn, we waren ook met een klein groepje. Toen ik thuis kwam is Mike richting Hengelo gereden. Die gaat even naar Jamie toe. Noé ligt lekker op bed te slapen. En ik moet douchen, ik ruik mezelf. Maar ik heb nog niet de puff om de douche in te gaan. Maar goed, ik moet zo wel gaan. En ik denk dat ik daarna gewoon weer lekker heerlijk hier op de bank plof. Even wat ga kijken. Misschien iets ga kijken wat Mike normaal niet zo leuk vindt om te zien. En dan straks naar bed. Morgen nog een dagje werken. Vrijdag nog een dagje werken. En dan heb ik gewoon heel fijn vakantie. Het is woensdagavond. Ik heb vandaag een lekkere dagje gewerkt. Noé is bij de opvang geweest en we hebben net lekker gegeten. Mike gaat zo fietsen en Noé en ik stappen zo ook op de fiets. Wij gaan dan richting mijn vader. Mijn moeder loopt namelijk mee met de avondvierdaagse en daar gaan we eventjes gezellig naar kijken. Noé zit nu nog even in de box te spelen, maar die ga ik zo even de schoentjes aantrekken en dan gaan we gezellig even die kant op. En Noé is lekker druk in de box aan het spelen. Heb je de schoentjes al? Moet mama die aandoen bij jou? Ja? Ga je ze zelf aan de voetjes doen? Wat goed voor jou. Moet mama jou toch eventjes helpen? Ja? Ga je mijn mama geven dan? Gaat mama jou helpen? Dankjewel. We hebben lekker gefietst, mijn vader, Noé en ik. En toen ik thuis kwam heb ik Noé de fles gedaan en ook gelijk op bed gelegd en ze is in slaap gevallen. Afgelopen nacht heeft ze ook heerlijk doorgeslapen. Dus het is nu ook weer prima te doen op haar kamer met de warmte. Het is nog wel warm, maar niet zo warm als 2 dagen geleden toen ze echt niet wilde slapen. Dus dat is heel erg fijn. Hopelijk slaapt ze vannacht ook weer door. Ik ga nu richting mijn neefje, die is namelijk geslaagd. Dus daar gaan we eventjes op proosten. Goedemorgen, het is donderdagochtend. Noé heeft de hele nacht doorgeslapen. Zelfs gisteravond is ze niet 1 keer wakker geweest. Had ze eergisteren wel, werd ze 's avonds wakker en is ze daarna gewoon doorgeslapen. Maar nu heeft ze gewoon de hele nacht en avond doorgeslapen. Super fijn. Om 7 uur werd ze wakker. En toen zijn we er ook eigenlijk uitgegaan. Ze heeft de fles gehad. En verder lekker ons klaar gaan maken. Mike die is onderweg naar zijn werk. Die moet vandaag wat verder werken. Dus we hebben ondertussen net al lekker eventjes gebeld. En inmiddels ik heb ook de kleren aan. En ga ik zo op pad met mijn zusje en Noé. We gaan eventjes naar het Borghuis. Het tuincentrum hier in de buurt. En dan gaan we gewoon even lekker rondlopen. Gooi jij alle kussens omver, schat? Mogen die niet op de bank liggen? Nee? Nee, dan.
Ik heb trouwens net ook nog lekker eventjes op Vinted geshopt. Ik heb even wat schoentjes besteld van die fansjes voor Noé. Zijn wel iets beschadigd. Maar goed, ze gaat er nu toch mee over de grond en is veel buiten op de opvang ook. Dus ik dacht, ja, dat ze helemaal spiksplinternieuw zijn, dat hoeft voor mij ook niet. En ik vond ze wel heel erg leuk, zijn van die gouden met glittertjes. Nou ja, daar hou ik wel van. Vind ik echt, echt tof. Verder ook nog even op Vinted aan het kijken voor haar. Voor nog een paar slippertjes voor op vakantie. Want we gaan natuurlijk al lekker bijna weg. Dus ik denk nou even lekker rondneuzen. En verder was ik bij de Zara. Heb ik een hele bestelling in mijn winkelmandje. En dan ga ik nog even wat zomerkleertjes voor haar bestellen. En dit is dan wat ik in mijn winkelmandje heb zitten bij de Zara. Even nog een beetje rondkijken. En dan kan ik de bestelling plaatsen. Wij zijn weer thuis. Lekker eventjes gewinkeld door het Borghuis. Leuke dingen bekeken. Niet veel gekocht trouwens. Ik heb alleen maar even een riem voor Lux gekocht. Want die van hem klikte niet meer goed. En Mike sneed zich later langs zijn vingers omdat hij de riem vastgreep. Dus daar een nieuwe voor. En ja, verder eigenlijk helemaal niks gekocht. Ja, cadeautje voor mijn vader hebben we nog gekocht. Maar dat is het enige. Lekker daar nog even wat gezeten, wat gedronken. Taartje erbij. En net kwamen we thuis. Noé was al super moe. Dus ik wilde haar eten geven, maar ze heeft een paar hapjes gehad. Toen ging ze ermee spelen. Dus ik heb haar op bed gelegd en is ook gelijk in slaap gevallen. Ik had ei gemaakt, dus ik heb het in de koelkast neergezet. Dan kan ze dat straks eventueel nog verder opeten. Maïsstick dacht ik nog, misschien ga ik dat even geven, zodat ze nog iets binnenkrijgt voor het slapen. Maar ook dat wilde ze niet. Dus die ligt lekker te slapen. Ik ga zo even bezig met de vlog. Of misschien nog eerst lekker eventjes in het zonnetje zitten. Ik ga vandaag namelijk niet het huis schoonmaken. Want ja, ik heb volgende week vakantie. Dan heb ik die dagen daar ook voor ingepland. Maar ik ga namelijk nog wel de hele week aan het werk. Noé gaat dinsdag en woensdag nog naar de opvang. Want dan kan ik het huis lekker schoonmaken voor de vakantie. Want dat vind ik echt super fijn. Geen idee of meer mensen dat ook doen. Maar ik doe het altijd wel even voor de vakantie. Dan vind ik gewoon lekker weggaan. En vooral lekker weer thuiskomen. Ik heb toch wel een wasje aanstaan. Dus die ga ik zo eventjes ophangen. Boekje erbij. Lux erbij. En eventjes lekker in de zon. Inmiddels is het 16:30 en komen Noé en ik net terug uit het dorp. Eigenlijk elke week gaan we wel eventjes naar het dorp, even een paar kleine boodschapjes halen. En ik heb ook even wat leuks voor Noé meegenomen. Dit snijfruit en groente met een snijplankje erbij. Ze heeft natuurlijk van de zuster en Krenne al wat groente en fruit. Dus die kan daar mooi bij. Verder ga ik nu zo eventjes de was ophangen. Die is weer klaar en dan is straks heel fijn alle was weggewerkt. Ga je daarmee spelen, Noé? Maar moet mama die dan niet eventjes voor jou uit de verpakking gaan halen? Kom, dan gaat mama het even uit de verpakking halen. Dan kun jij daarmee spelen. Tijd om te gaan eten. We eten weer lekker rode bieten wraps met kipkrokantsnitzel. Ik heb de sportkleding weer aan, want ik ga lekker een uurtje bootcampen. Boksen staat vandaag op het programma. Super veel zin in, dus dat is echt heel erg lekker. Ik ga ook bij deze de video afsluiten. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. En ik zie je graag terug bij de volgende video. Tot dan!